In het licht van Gordon's recente annulering van zijn theatertour, lijkt zijn voormalige partner Gavin te reageren met een suggestieve Instagram-story. Gavin deelt een foto van zichzelf met de tekst, Ik zit hier gewoon te genieten van de juice. De kans is groot dat deze opmerking gerelateerd is aan de negatieve publiciteit rondom Gordon's muzikale comeback. Gordon en zijn manager bevestigden vorige week aan Show News dat de theatertour niet doorgaat vanwege aanhoudende kritiek op zijn terugkeer in de muziekwereld. De impact van de negatieve berichtgeving heeft Korde diep geraakt. Met het album van mijn leven heb ik een mooi laatste album achtergelaten waar ik ontzettend trots op ben, deelde Korde met Show News. Voor degene die al een kaartje hebben gekocht, wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen en de steun. Vanuit de theaters zal er contact worden opgenomen. Ook Korde's voormalige beste vriend Gerard Joling heeft zijn mening gegeven over de nieuwe muziek van Korde. De ontwikkelingen rondom Gordons muzikale comeback lijken zo steeds meer reacties en speculaties op te roepen binnen zijn sociale kring.